Op dinsdag 9 januari 2018 komt er een man aan bureau. En die stelde zich voor als Andrei. En Andrei vertelde aan de baliemedewerkster dat hij melding kwam doen van de vermissing van zijn vrouw Julia. In de ochtend om 9:50 kwam daar een man binnen. Het was een nette man, gekleed in een lange wollen jas. Hij en zijn vrouw kwamen uit Rusland. Zondagmiddag is ze weggegaan. Sindsdien niks meer vernomen van haar. Het viel me wel op dat hij een beetje aan het zweten was. En ik zag krasjes bij zijn neus, een beetje op zijn handen. Een beetje nerveus. En zijn blik was ook heel erg opvallend. Een hele holle, zieloze blik. Heel depressief. En dan ga je een beetje afwegen. Van, nou ja, het is in principe een volwassen vrouw, ook niet depressief. Dus ik denk, ja, het was geen urgente vermissing. Maar omdat ik het niet vertrouwde, ben ik toch naar de recherche gelopen. Nou, die zitten twee hoog. Ja, nou ja, het zijn toch wel een aantal treden. En ondertussen dacht ik van, ja, jeetje, wat ga ik nu zeggen? Ik denk, ja, kom ik aan? Van, nou, hè, ik heb een man beneden staan. En hij kon zijn vrouw als vermist opgeven. Maar volgens mij heeft hij er zelf wat mee te maken. Of heeft hij haar vermoord? Oh ja, nou, en waarom denk je dat dan? Ja, omdat ik dat voel en krasjes aan zijn neus. Oh, nou, oké, okay, weet je, nou, we gaan hem aanhouden, weet je. Ik denk, ja, dat staat ook zo raar. Zij sprak me eigenlijk direct aan. En ze zei, joh, Ruud, ik heb beneden een kerel staan. Ze zegt maar, hij is zo vaag in zijn antwoorden. Ik heb daar gewoon een onderbuikgevoel bij. En ik wil je, het is misschien niet gebruikelijk, maar ben je bereid om ook even naar beneden te komen en die man zelf ook eventjes aan te spreken of in ieder geval even bij het gesprek te komen zitten. Iemand die niet direct het achterste van zijn tong liet zien. Dat was eigenlijk de reden dat ik denk van ik ga het met hem daarover hebben en ik ga hem daarmee confronteren. Nou, vertelde me dat dus afgelopen zondag, twee dagen geleden, we zitten nu op dinsdag, dat er een soort van ruzie was ontstaan waarbij zij de woning had verlaten. En het was hem opgevallen dat ze lang afscheid nam van haar hondje.